Wat vind jij van International Women's Day, Gozert? Het is International Women's Day. Yay! Tijd om de kennis over de werkende vrouw te testen. Let's go. Ik vroeg me af of dat jij weet in welk jaar het wettelijk verplicht werd om mannen en vrouwen hetzelfde te betalen. Ik denk misschien 1970 of zo. Is dat wettelijk verplicht? Misschien 5 jaar geleden, 10 jaar geleden. Ik hoop ergens in de jaren 50, maar ik ben bang ergens in de jaren 80. En je zit in de buurt, okay. 1975. Met mijn vrouwelijke collega's praten wij altijd over wat we verdienen. Omdat we dan weten waar we zitten ongeveer. Mijn vrouw werkt bij het GVB en die verdient ook nog steeds minder dan de mannen. Mag niet, maar het gebeurt wel. Veel vrouwen krijgen te maken met nare opmerkingen of discriminatie op het moment dat ze zwanger zijn. Hoeveel procent van de vrouwen krijgt hiermee te maken, denk jij? 64%. 60%. 20? Waarschijnlijk iets van 60% of zo. Ja. Godzijdank niet. Oh, oké, gelukkig. Het is 43%, vind ik ook vind heel ik hoog. Stel, jouw vriendin is zwanger en iemand maakt de opmerking. Ja, dan word ik wel boos, ja. Wat kan je doen dan? Dat kan ik liever niet zeggen. Ja, wel zeg. Ze gaan niet werken, man. Hoeveel procent van mensen, ja, denk jij, dat vinden dat jonge moeders minder moeten werken ten opzichte van jonge vaders? Ach, ja. 50? Ik denk 55%. Hoog, denk ik. 60%, 65%. Laten we het op 50% houden. Tegenwoordig is het gelijk getrokken door de... 83%. Oeh, dat wist ik niet. Vroeger, weet je, als je zwanger werd als vrouw op het werk, werd je gewoon ontslagen. In welk jaar werd dat afgeschaft? In de jaren 70, denk ik. Maar ik weet niet welk jaar. Dat praat over heel lang geleden, zeker. Jaren 70? 20 jaar geleden. 76? In 1975. Geen 50 jaar geleden. Ja, bizar, hè? Dus toen was mijn moeder bijvoorbeeld al in de 20. Dus toen was zij al werkzaam. Kan je nagaan? Ja. Ugh. Dus? International Women's Day. Hey.